Hallo iedereen, welkom bij Heel Goed Best. Vandaag een nieuwe part van Paper Mario Chapter 3. En zoals jullie in de vorige episode hadden het Forest voor Forest verslagen en nu gaan we verslagen. Ja, ik vind het toch wel verslagen. Als je zoveel moeite doet om iets te maken, dan heb je toch wel iets verslagen. Oh, ik krijg wel van die schoenen, of niet? Ik dacht dat we schoenen zouden krijgen. Ik ook. Maar ik schrik ook weer niet. Dat deed ik vroeger. Ja, ik ook. Dus dit. Wat moesten we hier doen? Hier was iets. Oké. Okay. Er was hier een Easter egg of zo. Ja, hier was gewoon een Star Piece of zo. Nou, elke week krijgen we nog een spelletje waar we die boots moeten verdienen. Ja. En deze is wel ietsjes moeilijker, dat geef ik toe. Maar waar is die nu? Volgende kamer waarschijnlijk. Ja, in deze kist. Mario, welkom. Hier. Wie zal hem krijgen? Wie gaat hem overspelen? Oké, ik heb hem al gezien. Is dat nu? Die nu klaar staat? Ja. Waarom laat je het spelen ook een spel waardoor je die kan krijgen? Als je het verboden om te geven. Wacht, zag je die daar? Kan ik je aan? Nou, waarom zeg je dat dan ook gewoon? Ik heb een keer dat we deze nodig hebben. Oké. Oh, dat is een shop. Ik zag een livestream. Ik zag zoveel ik een livestream zag. Ja, livestream. Ik wil even weten, hoeveel kost dat? Hey, gast. Wat kost het? Wat kost dit? Deze biesje. Kan ik die betalen of zo? What the fuck? Oké, niet jij. Oké, je moet toch wat damage hebben gebracht. Kom op, zeg. Ik ga toch even naar Perikeren, want ik weet dat we die straks nodig hebben. Voor wat? Nou, eerst hebben we een bed nodig. Voor hoe heet dat? Ik kom even niet op de naam. Ja, kijk hier. Ja, om een gat in de muur ergens te breken. Nou, we hebben gevonden wat we hier nodig hadden. Nu moeten we een oude zo'n bibliotheek in het huis. Toch? Dan vinden we dat beeldje, waardoor we verder mogen gaan. Beeldje. Juist hier. Hier. Nee, die is hier aan de overkant. Ja, die. Heb ik er nog even. Zie je op de balkon verder niks interessants? Nee? Nee? Een stoel? Geen Easter egg of zo? Daar. Ja, kijk daar. Nu stap ik. Goed, nou dat is wat we nodig hadden van haar en
Ja, kijk, dat is de eerste die ik zocht. Een gat in de muur. Maar toch is dit wel moeilijk, geniaal dag. Dat moet je toegeven. Ja, bij een heb je al gezegd, toch? Nee, dat was bij een andere chapter. Ik moet met een van die kunnen praten, weet ik. Ja, dat was een laatste. En hier komt die. De nieuwe, en op ver, die echt moeilijk handig is in deze chapter. Bo. Zo, wat heb ik nog met een mondje heeft gedaan? Nou, ik weet niet, dat is een vaag en een snor heeft. Kijk dan, dan gaat het nu een beetje schijt of zo. Zo lijkt het met s'nachtstart. Ik ben best wel cool eigenlijk om een boete te zijn. Ja. Ja, het leeft dan wel heel chill. Ah, ik skate gewoon terug, dus ik heb zo'n bad. Oké, nu moeten we. Hij zegt dat hij dat zij ons vrij laat als wij Turbo Blubber verslaan. Oké, nu dreigt ze mee om mee te gaan. Dus Ladybo wordt nu. Joint ons party als het ware. Of je het nou leuk vindt of niet, stond toch op bij. Zo stom. Jump. Oké. Okay. Wat doe jij daar? Ja, helemaal toch niet gezien ervoor. Kom. Nou, dit is wel een mooi moment om even de party bij te eindigen, ook is het nog niet zo lang. Bedankt voor het kijken en doei.